Hallo allemaal, wij gaan vandaag iets heel leuks doen. Wij gaan vandaag een filmpje opnemen met de 10 redenen om te laat te komen op school. Ja! Misschien, nee, dus niet, ja, dat mag niet. Je moet op tijd op school zijn, toch? Of niet? Ja, dat was de meester en de juf zijn daar niet blij mee. Het komt jullie misschien vast wel bekend voor. Hier gaat het niet s'morgens niet altijd zoals het moet gaan. Zou fijn zijn als dat wel een keer zo was. Dus ik ben heel benieuwd hoe het bij jullie gaat. Wij laten hier 10 redenen laten we je zien. En ik ben, ik ben heel benieuwd of dat bij jullie ook wel eens zo gaat. Dus dit is natuurlijk allemaal gespeeld. Want ja, het is vandaag een lekker weekend. We hoeven vandaag niet naar school. Hè? Nee. Dus kijk leuk mee. Heb je er zin in? Ja, ja? Hoef ik niet naar school toe. Nee, je hoeft niet naar school, nee. Te laat komen. Je mag te laat komen dan. Nou. Ja. Ja. Het is tijd om naar school te gaan voor Dylan. Het is 8:15 en 8:30 begint de les. Dus hij moet bijna gaan lopen. Dus eens even kijken of het heel klaar is. Dylan, ben je al klaar? Want je moet zo gaan lopen naar school, jongen. Ja. Ik dacht dat je klaar was. Ik ben toch al klaar? Je haren, man. Oh. Moet je eens even daar in de spiegel kijken dan? Ja. Zit je haar goed? Ja. Je moet nog je haren snel gaan doen. En dan kan je naar school, dus schiet alsjeblieft op. Ja. Dylan? Ja. Waarom ben je zo rustig aan het eten? Je hebt echt serieus nog een kwartier om op school te komen. En ja. De les begint zo. Ik vind het brood niet zo lekker, maar ik moet toch eten. Nou, eet een beetje door nou. Er zit pindakaas op. Wat is er niet goed aan? Ik wil de boter op. Ja, je bent gewoon sloom aan het doen. Dan heb je geen zin in school of zo. En chocoladepasta. Nou, maar eet je nou even door alsjeblieft. Ja. Als wordt de meester weer boos. Ja? Ja. Nou, hup, even een beetje door eten nou dan. Ja. Zo, Dylan was net zijn ding aan het doen om naar school toe te gaan. Dus eventjes kijken. Het is, het is nog een kwartier. En dan begint de les, dus we gaan even kijken of het al klaar is. Dylan? Ja? Ben je klaar? Je moet gaan, jongen. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb heel erg buikpijn. Ja, Dylan. Maar je moet naar school, jongen. Ik moet thuis blijven. Je moet thuis blijven? Ja. Nee. Maar de les begint over een kwartier, jongen. Ja, maar wat maakt het uit? Als je buikpijn hebt, is dat toch veel belangrijker? Ja, maar dan kom je te laat. Het lijkt of ik bijna moet spugen. Oh jee. Nou, dan ga ik hem even bellen dan, dat je wel later bent, ja? Ja. Nou, ik heb net de broodtrommel van Dylan gemaakt. En Dylan gaat daarna altijd zijn dingen boven doen. Zijn haren en zijn tanden poetsen. En dat soort dingen allemaal. Dus even kijken. Oh, hij heeft nog een kwartier om op school te komen. Dus ik ga eens even kijken of hij al klaar is. Want hij zou niet zoveel meer hoeven te doen. Dylan. Ik heb maar één schoen. Eén schoen? Nou, jij hebt je niet zo goed gekeken, denk ik, hoor. Kijk maar. Onder of zo. Onder, dus achter de zak of zo. Nee. Nou, maar waar is die schoen aan, Dylan? Je kan er niet met één schoen naar school, jongen. Wat ben je denken? Deze toch maar aan. Twee verschillende schoenen? Ja. Nou kom, maar gaan we zoeken dan. Want je moet over een kwartier op school zijn, jongen. Nou kom, neem die schoen mee. Die kan je vast aandoen. En dan moet je er even opschieten, hoor. Waar ligt die schoen? Waar is die schoen dan? Snel, kom. Waar is die schoen? Nee. Ja. Hoe komt deze hier? Nou, volgens mij heb je twee zusjes. Hebben ze eigenlijk jouw schoen gepakt? Oh. Nou, snel aan. Snel, kom. Snel aan. Waarom heb ik dan nog
Nog 10 minuten, jongen. Dag. Je tas. Oh, je tas. Mijn tas, ja. Je tas. Je tas. Ja, schooltas. Ja. Doei. Wat is er, jongen? Nog 10 minuten, jongen. Snel! Kan je die nou vergeten, man? Sorry. Mama, ik ben al gevallen. Oh, wat heb je nou, jongen? Kom snel even binnen. Er lag een hele scherp. Ga maar even op de Ga maar op de trap zetten, jongen. Er lag een heel scherp stuk glas op. Waar dan, jongen? Op het gras, op de stoel. Oh, kijk je. Oh. Opa. Ja, ik hou niet zo van bloed, hè? Oh. Ik ga hem even een pleister op doen, hè? Maar je komt er wel te laat, Ellen, hè? Dus ga snel zitten nou. Je moet snel schoonmaken. Wel. Ja. Zo, hè? Zo kan je weer naar school, toch? Nee, want ik moet nog een pleister of zo. Ja, zo duurt het nog langer, Dylan. Maar zo is het toch goed, jongen? Nee, kijk. Ja, zo kan het wel. Ga maar snel. Ja, kijk. Ga nou snel. Niet zo aanstellen, jongen. Oh, geen tas. Straks val je weer, jongen. Doe het nog langer. Nou, Dylan is zijn ding aan het doen. Hij heeft nog een kwartier. Een kwartier, mensen. Dylan. Ja. Kom, we moeten naar school. Maar ik heb vandaag studiedag. Je hebt studiedag? Ja. Nee, joh. Jawel. Nee, het is vandaag de 14e. Volgende week de 21ste heb je studiedag, jongen. Oh. Dan ga je snel eten, man. Kijk daar. Ik moet onderweg. Oh. Zo, het is bijna tijd om naar school te gaan, verdelen. En het is nou, even kijken. Het is, 8:10. We gaan hem even roepen. Dylan? Ja. Kom maar, jongen. Het is bijna tijd om naar school te gaan. Je hebt nog 20 minuten de tijd. Hey, ben je daar, jongen? Eindelijk. Ik ben nog heel erg moe. Je bent nog heel erg moe. Ja, maar jij wou gisteravond laat naar bed toe, hè? Ja. Ja, dat heb ik nog niet gezegd dat dat moest. Wat ga je nou doen dan? Ik ga slapen. Mag ik nog 5 minuutjes liggen? 5 minuten? Ja, maar jongen. Dan red je het er niet, want daarna moet je nog je schoenen aandoen en aan je spullen pakken. Dat red ik wel. Ja, dat red je wel? Dat is haastig. Ik ben mijn broodtrommel vergeten en mijn beker. Oh, schiet op. Je komt te laat, jongen. Ja. Snel. Laat die maar open. Tot straks. Ik werd onderweg gepest. Door wie dan? Door grote jongens. Ze zijn bij me teruggekomen. Ja. Maar nou kom je wel te laat, hè? Wat ga je tegen de meester zeggen dan? Dat ik het best werd. En dan vindt hij je niet erg? Nee. Dat je te laat bent? Nee. Nou, ga snel die kant dan. Dan zie je ze niet, toch? Nee. Hebben jullie het ook dat jullie een keer iets vergeten? Of jullie worden gepest of je fout buiten? En dat je dan te laat komt op school. En daar zijn de meesten en juffen niet blij mee, denk ik, hè? Toch? Nee. Nou. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Graag abonneren, leuke reacties achterlaten. En een dikke duim omhoog. Doei doei. Doei.